Dag iedereen, welkom bij de webinar Hoe overtuig je de Belgische consument online? We gaan zo meteen beginnen, zodat iedereen de kans heeft om aan te sluiten. Welkom, ik ben Chris van Dongen, ik ben Country Manager Benelux bij Trustpilot. Mijn naam is Olivier César de Klerk, ik ben Account Executive bij Trustpilot en ik ben verantwoordelijk voor de Belgische markt. En ik ben Melanie de Grote, ik ben Legal Counsel en Trustmark Support bij BeCommerce. Allereerst is het belangrijk om te weten dat bij ons het de gewoonte is dat vragen zeker en vast gesteld kunnen worden. Op de slide kan je zien hoe dat je de vragen specifiek kan stellen. En die vragen gaan we dan ook behandelen op het einde van de presentatie. En moest het zo zijn dat we toch niet alle vragen op dat moment kunnen beantwoorden, dan gaan we die gewoon via mail beantwoorden. Super, nou op de agenda voor vandaag staat dat we het eerst zullen hebben een beetje over de Belgische consument in het algemeen. Vervolgens zullen we het hebben over hoe de Belg nou echt het beste overtuigen is online. Nou, we zullen echt in het derde gedeelte wat meer de diepte ingaan wanneer we het zullen hebben over echt social proof en certificering. En hoe je echt vertrouwen wekt. We zullen afsluiten met een paar takeaways, een paar best practices echt over hoe je die Belgische consument nou overtuigt. Nou, vandaag wordt deze webinar echt gehost door Trustpilot en BeCommerce. Nou, als Trustpilot zijn we een groot internationaal review platform. We hebben meer dan 73 miljoen reviews op Trustpilot. En op dit moment zijn er meer dan 300.000 websites op Trustpilot die reviews hebben. We zijn een zeer vertrouwd en bekend open platform. Met een grote bekendheid bij de consumenten in zowel Nederland, België als Frankrijk, maar ook heel internationaal. En BeCommerce, wij zijn een Belgische vereniging die digitale ondernemingen die actief zijn op de Belgische markt samen wil brengen. En BeCommerce heeft als core business eigenlijk om het consumentenvertrouwen in de e-commerce te gaan stimuleren door een vertrouwenskeurmerk te verstrekken. En daarmee willen wij ook bijdragen aan de groei van de sector zelf. In 2018 is ons logo op meer dan 100 miljoen is ons logo meer dan 100 miljoen keer verschenen op de websites van onze leden. En tot onze gemeenschap behoren meer dan 400 webshops. En daarnaast hebben wij ook enkele partners waarmee wij samenwerken en ook een paar sponsors. En we hebben zowel leden in België, Nederland als Frankrijk. Super. Goed, dan gaat Melanie ons nu wat meer vertellen over de Belgische consument. Ja, klopt. Op deze slide zien jullie een infographic van onze meest recente BeCommerce Market Monitor. Dat is een studie die wij elk kwartaal uitbrengen. En de studie die geeft meer inzicht in het koopgedrag eigenlijk van de Belgische consument. Dus hoeveel geeft deze uit? Wat zijn de voornaamste categorieën waarin online wordt geshopt? Welke betaalmiddelen zijn het meest populair? Enzovoort. Dus dit zijn de cijfers van semester 1 van 2019 in vergelijking met semester 1 vorig jaar. Zo kunnen we zien dat dat er in België voor 5,69 euro miljard online is geshopt. En dat is een stijging van 7% ten opzichte van het jaar daarvoor. Van het totaalbedrag dat de consument online heeft gespendeerd, is 20% naar de online gegaan. En ook dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. In semester 1 van 2019 waren er 7,9 miljoen Belgen die online aan het shoppen zijn geslagen. Ook een stijging van het jaar ervoor. En dan onderaan zien jullie ook nog eens de meest populaire betaalmiddelen. Bovenaan staan nog steeds de laptop, gevolgd door desktop en dan
de smartphone en de tablet. Het is ook wel zo dat voor grotere bedragen zijn de consumenten nog altijd geneigd om dat, om ja, dat het bedrag uit te geven via de laptop en de desktop. Terwijl voor een kleiner bedrag is de consument toch al meer geneigd om zijn smartphone daar eens voor te gebruiken. Dan Ja, nog wat. Sorry, wat leuk is misschien ook om een beetje nog hier aan toe te voegen, als je kijkt naar dit soort getallen. Ik weet niet de exacte getallen, bijvoorbeeld voor Nederland en voor Frankrijk. Maar één ding is wel duidelijk. In België groeit de e-commerce markt sowieso veruit veel sneller Ja, dan absoluut. de Nederlandse markt. Ja, de laatste jaren zijn we echt heel, ja, heel, heel sterk aan het groeien. Dus ja, we zijn ook voor het einde van dit jaar verwachten we toch weer een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus ja, de e-commerce markt in België blijft, het is wel heel duidelijk dat die blijft stijgen en blijft groeien. Ja. Dan op de volgende slide zien we de populairste categorieën eigenlijk, waarin online werd geshopt en de categorieën gebaseerd op het aantal euro's dat er werd aan uitgegeven. Op de eerste plaats staan vliegtuigtickets en accommodatie, afzonderlijk dus geen pakketreizen. Op de tweede plaats zijn dat tickets voor evenementen en attracties, bijvoorbeeld ja, een concert of een optreden. Op de derde plaats zijn dat de pakketreizen. En dan op de vierde plaats media en entertainment. Dat zijn bijvoorbeeld spelconsoles, boeken, e-books, betaalde apps enzovoort. En dan op de vijfde plaats is het speelgoed. Dus het valt ook wel op dat de drie eerste plaatsen allemaal diensten zijn en daarna komen de producten. Dan heb ik ook een lijstje gemaakt van de grootste online groeiers. Dus het gaat nog altijd over semester 1 van dit jaar ten opzichte van semester 1 van vorig jaar. En daar zien we dat health and beauty dat de grootste groeier is, gevolgd door food en near food. Near food is eigenlijk ook alles wat je in de winkelkar kan terugvinden, bijvoorbeeld koffiefilters, ja, vuilzakjes voor in de badkamer en zo, al die dingen. Dan op de derde plaats schoenen en personal lifestyle. Dan op de vierde plaats consumer electronics. Dat zijn bijvoorbeeld camera's, GPS-toestellen, audiomateriaal enzovoort. En dan op nummer vijf van de grootste groeiers online staan kleding. En dan nog een belangrijk weetje misschien. De grootste groeier in volledig 2018 ten opzichte van 2017, dat was het online speelgoedsegment. Dus het is nog een beetje afwachten met het einde van het jaar, met ja, Sinterklaas en de eindejaarsperiode, of dat dit jaar opnieuw de grootste groeier zal zijn. Dat is nog afwachten. Ja. Wat altijd wel leuk is om te zien bij dit soort getallen en categorieën, is ja, je zult altijd zien dat speelgoed het goed doet voor e-commerce. Ja, dus, absoluut. Er is niks zo vervelend om als ouder met je kinderen een speelgoedwinkel in te lopen. Ja, en ook wanneer moet je het doen, bijvoorbeeld voor de Sint. Ja, de ouders hebben niet meer altijd tijd om naar de winkel te gaan, dus e-commerce is echt wel ideaal daarvoor, hè? Ja, ja, ja. Ja, en ook opvallend is denk ik dat als je kijkt naar de grootste online groeiers in België, dan zien we dat dat toch wat meer inderdaad categorieën zijn, echt in de retail. Meer dan bijvoorbeeld echt nog steeds de top 5 categorieën, waar inderdaad de eerste, de vier nog steeds de diensten zijn. Zie je dus dat nou, toch het retail segment met echt daadwerkelijke pakketten en producten die je fysiek thuis krijgt, dat die gewoon het snelst groeien. Dus dat is ook mooi om te zien. Ja, zeker. Dan, deze slide is ook wel zeer interessant, omdat dat een beetje het verschil in kaart brengt tussen Vlaanderen en Wallonië en Brussel. In Vlaanderen waren er in het eerste semester 31,7 miljoen online aankopen met een waarde van 3,59 miljard euro. In Wallonië en Brussel was dat 23,6 miljoen online aankopen met een waarde van 2,1 miljard euro.
Het aantal aankopen online is een beetje gelijkaardig in de regio's. En dan in Vlaanderen zijn er meer online shoppers dan in Wallonië en Brussel, wat natuurlijk niet heel onlogisch is, aangezien dat Vlaanderen de grootste regio is met het grootste bevolkingsaantal. De grootste groeier in Vlaanderen is food. En in Wallonië en Brussel is dat health en beauty. Ja, het is natuurlijk nu ook een beetje afwachten. Voor Wallonië en Brussel, bol.com zou zich meer gaan richten op Wallonië en Brussel, dus, of op Wallonië. Dus misschien zal dat ook nog een beetje aan de cijfers kunnen veranderen. Dus dat is altijd afwachten natuurlijk. Ja, en natuurlijk is de drukste periode van het jaar voor e-commerce misschien wel in de toch het vierde kwartaal. Het vierde kwartaal, absoluut. Ja, staat natuurlijk zeker. Voor de deur. Maar ja, interessant om te zien dat e-commerce zich zo sterk ontwikkelt in zowel Vlaanderen als Wallonië en Brussel natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk een quote die een beetje voor zich spreekt. Tijdens het Facebook Gather event in Dublin in het voorjaar van 2019, waar onze manager Sophie Gerons aanwezig was, werden er enkele cijfers gegeven over het online verkoopkanaal Instagram. En daar was toch heel duidelijk dat Instagram, zonder het maken van heel veel promotie of reclame van die verkoopmogelijkheid, dat die cijfers al heel hoog waren. Dus dat toont er toch wel echt, dat toont dus wel echt dat e-commerce zoals we het nu kennen, dat echt nog een eerste stadium is en dat nog heel veel evoluties gaat doormaken en dat e-commerce echt nog in zijn kinderschoenen staat. Dus de klassieke webshop zoals we die nu kennen, ja, dat gaat alleen maar evolueren en ook voice gaat bijvoorbeeld een grotere rol gaan spelen in de toekomst. Dus wij zijn echt van mening dat e-commerce dat echt nog alleen maar gaat evolueren naar de toekomst toe. Ja, leuk in dat aspect is ook dat recentelijk spraken we in Nederland met een van de grote automotive bedrijven die het nu zelfs mogelijk gaat maken om gewoon letterlijk een tweedehands auto zonder hem ooit fysiek gezien te hebben, middels VR-technologie toch te kunnen bekijken en dan gewoon letterlijk online te kunnen afrekenen als in een webshop. Nou, dat is natuurlijk ook een stap die denk ik indrukwekkend is, dat mensen toch bereid zullen zijn om enkele duizenden euro's over te gaan maken voor een toch wel zware aankoop als een auto. Het staat allemaal inderdaad waarschijnlijk relatief, als we het nu over 10 jaar zullen kijken, staat het waarschijnlijk inderdaad nu allemaal nog steeds relatief in de kinderschoenen. Dus dat is inderdaad een hele relevante quote. Ja, absoluut. Dankjewel, Melanie. Ik ga het persoonlijke even hebben in de volgende twee slides. Eerst en vooral over de verzendingen en dan op een tweede plaats de betalingen. Als je kijkt naar België, Nederland en Frankrijk, zie je dat Nederlanders blijkbaar de hoogste verwachtingen hebben. 34% zegt dat ze maximaal 2 dagen willen wachten op hun pakje, terwijl dat in België dit 21% is. Hè. In Frankrijk zijn ze blijkbaar 15%, wat toch wel duidelijk minder is. Verder is het ook zo dat bij zowel in België als in Nederland dat verwachtingen hoog ligt qua verzending thuis. Ja, dus zowel gedurende de dag, maar ook gedurende de avond. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat de bedrijven hier ook effectief op gaan inspelen, omdat dat eigenlijk een cruciaal onderdeel is van de service die ze leveren. Eigenlijk. Ik weet niet hoe dat Chris en Melanie hier tegenover staan. Ja, nee, absoluut. Die cijfers stemmen ook overeen met onze eigen cijfers in onze eigen studie. Dat de consument toch nog altijd graag in België zijn pakketjes overdag thuis geleverd krijgt. De postpunten die kunnen misschien nog een beetje meer promotie gebruiken in België, want die worden nog niet volledig benut zoals het zou kunnen.
Inderdaad, ik denk dat het nu goed is om even over te schakelen naar de betaling, want uiteraard is niet alleen de levering van belang, hè. Het is ook de manier waarop dat je de consument eigenlijk kan overtuigen om te gaan betalen. Waarbij dat we duidelijk zien in België dat de creditcard eigenlijk van cruciaal belang zal zijn. En meer dan de helft van de consumenten wil betalen met bankcontact of creditcard. Ja. Maar verder is ook PayPal van enorm belang en direct payment, hetgeen dat toch bijvoorbeeld verschillend is van Nederland. Ja, wat misschien over deze cijfers die jij net presenteert, Olivier, zijn misschien nog goed is om even te melden. Dit komt van de website van PostNord. PostNord is onderdeel van een van de grotere internationale courier services in Europa. Dus die hebben al dat soort data natuurlijk beschikbaar voor de verschillende landen. Dat is altijd wel interessant om te kunnen delen. Dan hebben we als Trustpilot een poll uitgevoerd, een soort consumentenonderzoek op ons eigen publieke consumentenplatform. We hebben daarbij gevraagd aan bezoekers van Trustpilot over het vergelijken van webshops voordat ze een aankoop doen, maar ook over wat nou eigenlijk de doorslag geeft voordat ze afrekenen op een website. Nou, uiteindelijk hebben we best wel wat respondenten gehad. Bijna 4000 respondenten. 1260 Belgen, 1371 Fransen en 1269 Nederlanders. We hebben verder nog wat resultaten die we daarbij kunnen voegen uit een internationaal onderzoek van consultancybedrijf Simon Kugger & Partners. Wat nou blijkt uit onze data is dat we duidelijk zien dat de meeste mensen 2 tot 3 webshops vergelijken voordat ze een aankoop doen. Wat je ziet is dat in Nederland en België en Frankrijk dat elkaar niet heel erg ontloopt. Maar wat belangrijk is natuurlijk voor alle webshops om te beseffen, is dat je dus wordt vergeleken met anderen. Ik denk dat het belangrijk is dus om je op allerlei manieren te onderscheiden. Dat kan je natuurlijk met hele voor de hand liggende zaken doen als layout, maar misschien ook wel met het presenteren van USP's. Maar daar komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. En daarom is het denk ik belangrijk dat we hebben gevraagd aan de consumenten waar ze nou op letten. Een van de zeer belangrijke zaken is natuurlijk nog steeds prijs. Wat je ziet in België, Nederland en Frankrijk, mensen gaan gewoon nog steeds online webshops bekijken om te kijken of ze wellicht een betere deal kunnen vinden. Natuurlijk is het wat dichter bij het nemen van een beslissing altijd belangrijk hoe het zit met levering, garantie, het aanbod van producten en dergelijke. Maar wat we veruit zien als het meest belangrijke en doorslaggevende aspect van het doen van een aankoop online, in zowel België als Nederland als Frankrijk, is toch het aspect vertrouwen. Dus mensen willen gewoon zien of een webshop gelicenseerd is door een keurmerk, of dat er reviews zijn. Ze willen zien of hoeveel mensen hun zijn voorgegaan, wat ze zeggen over de service van die webshop, voordat ze overgaan tot het nemen van een beslissing. Ja, persoonlijk ben ik het daar ook volledig mee eens. Ik zie dat ook regelmatig ook terug in het werk dat ik doe. Is ook, ik zie dat steeds meer en meer mensen kunnen online heel gemakkelijk gaan kiezen tussen wie dat ze gaan willen, waar dat ze gaan willen kopen. En dus het is heel belangrijk dat je zelf gaat diversifiëren van je concurrenten. Hè, om duidelijk te maken, hey, je moet bij ons kopen in plaats van bij onze concurrenten. En dat is ook de manier waarop dat je gaat diversifiëren. Nou, als we dan even specifiek naar België kijken en we vergelijken Vlaanderen met Wallonië, dan zien we dat de Vlaming nog altijd prijs wel echt de allerbelangrijkste factor vindt voordat ze een beslissing nemen. Dus ja, mensen gaan duidelijk online of om toch te zoeken naar die betere deal. Wat we wel zien is dat als ze die betere deal gevonden hebben, dat dan ja, wederom de aanwezigheid van reviews en een keurmerk ontzettend belangrijk zijn. Voordat ze overgaan tot een beslissing. Het feit dat leveringssnelheid, garantie en productaanbod
Die worden dus nog wel aangegeven als belangrijke factoren, maar die zijn gewoon wezenlijk minder belangrijk dan of mensen het daadwerkelijk online vertrouwen. In Wallonië is dat misschien, ja, niet eens misschien de cijfers zeggen dat het vertrouwen zelfs het allerbelangrijkste is. Dus nog belangrijker dan een goede prijs. Nou, opvallende cijfers, denk ik. En nou, ik denk, die ondersteunen absoluut het belang dus van wat Trustpilot en B-commerce in België doen. Bij het bij elkaar brengen van consumenten en webshops. Ja, absoluut. Nou, in het volgende gedeelte zal Melanie wat vertellen over hoe de Belgische consument nou overtuigd wordt. Ja, klopt. Nu, als we spreken over online vertrouwen, dan spreken we eigenlijk over de afstand tussen de consument en de handelaar. Vroeger kende je eigenlijk als consument de handelaar in heel veel gevallen. Dat was de winkel op de hoek waar je langs ging. Je kende de verkoper persoonlijk. Dan, na verloop van tijd, werden de winkels natuurlijk wat groter. Maar er bleef nog wel altijd dat persoonlijke contact. Je ging gaan afrekenen of je stelde een vraag in de winkel. En dan nu, in het digitale tijdperk, en de e-commerce sector specifiek, dat heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk nog heel weinig persoonlijk contact is tussen de verkoper en de consument. Zelfs de klantendienst wordt vandaag de dag vaak vervangen door een chatbot. Dus dat toont wel echt dat vertrouwen vandaag gezocht moet worden in andere aspecten dan het persoonlijk contact. Dan op de volgende slide zien we dat vertrouwen een heel ruim begrip is. En dat het natuurlijk niet louter gaat over het feit of het gaat om een fake website of een oplichterij. Vertrouwen betreft eigenlijk de volledige customer experience. Het vertrouwen van de klant moet je als handelaar of als webshop gaan winnen op heel veel verschillende niveaus. Dus de belangrijkste aspecten zijn hier natuurlijk, kom je je belofte na qua levering? Is er een correcte levering? Is er een tijdige levering? Als je aangeeft de levering is binnen 2 tot 4 werkdagen, respecteer je dat dan of ga je dat gaan overschrijden? Dan een tweede belangrijk element is natuurlijk de klantenservice. Is die vlot bereikbaar? Zijn de contactgegevens van de klantenservice, zijn die duidelijk zichtbaar of zijn die gemakkelijk vindbaar op de website? Dat is ook een hele belangrijke, want zo weet de consument, ja, mocht er iets fout gaan, kan ik de webshop toch nog steeds vlot gaan bereiken. Dan natuurlijk ook is het voor de consument ook altijd heel belangrijk dat er correct wordt omgegaan met zijn informatie en met respect voor zijn privacy. De consument vandaag kent meer en meer wat zijn rechten zijn. Dus het is ook wel heel belangrijk om de privacy van je consument te gaan respecteren. En dan een laatste element is natuurlijk ook, ja, je verschillen met de concurrent, waarin dat bijvoorbeeld reviews dan ook een heel belangrijke rol gaan spelen, waarin dat je dat kan gaan nagaan. Hoe verschil je ten opzichte van de concurrent? Dus vertrouwen is niet enkel is echt wel een ruim begrip. En betreft de volledige customer experience. Ja, wat wij op Trustpilot veel zien als het gaat om deze aspecten, is natuurlijk dat consumenten zijn zeker benieuwd van wat zeggen andere mensen over de klantenservice of over levering. Wat als er een keer wat misgaat, wordt er dan gereageerd? En nou, op het gebied van bijvoorbeeld review scores. Is het niet zozeer de bedoeling dat je een 9,8 haalt. Ik zou eerder zeggen misschien wel een 8,9 haalt als webshop. Maar vooral dat je als er dus wat misgaat, dat je gewoon netjes reageert. Want iedereen snapt dat er bij levering dingen mis kunnen gaan. Nou, dat als je midden in de nacht een klantenservice belt, dat je niet bij elke webshop kan verwachten dat er iemand opneemt. Het gaat er meer om, als je dus die kritische review geschreven hebt, dat er iemand netjes op je reageert. Dat creëert uiteindelijk het vertrouwen. Ik ben wel benieuwd, want op deze punten, als ik nou gecertificeerd ben bij B-commerce, ben ik dan zekerder van mijn zaak voor mijn aankoop? Hoe werkt dat? Absoluut. Dus de punten die hier
op de slide staan, ja, behalve misschien de verschillen met de concurrent, is niet zo van toepassing op de certificering. Maar wij als B-commerce gaan altijd steeds gaan kijken, zijn de leveringsvoorwaarden in orde in de algemene voorwaarden? Zijn de contactgegevens voldoende duidelijk? Dus in de algemene voorwaarden of op een contactpagina kan de consument daar een telefoonnummer vinden, een e-mailadres en een ondernemingsnummer ook, om te gaan kijken van is deze webshop ja, betrouwbaar? Bestaat deze webshop zelf? Dus daar kijken wij zeker ook naar. En natuurlijk dan ook het vertrouwd omgaan met informatie is ook een heel belangrijk aspect bij ons. Wij gaan de privacy policy van de aangesloten webshops uitgebreid gaan controleren. Om te kijken of dat alles natuurlijk in overeenstemming is met de GDPR. Of dat de gegevens van de klanten correct worden bijgehouden en verwerkt. Dus dat zijn zeker ook zaken waar bij B-commerce heel veel belang aan wordt gehecht. Omdat dan net ja, deze elementen zijn in C. De vertrouwenselementen. Als dit niet in orde is, ja, dan kan je moeilijk het vertrouwen van de consument gaan winnen, natuurlijk. Ja, en dan kan je ook simpelweg jullie logo en certificaat gewoon niet dragen en dan krijg je hem niet. Voilà. Klopt. Super. Dan. Ja, dan is er eigenlijk twee consumentenpolls. De eerste poll is gehouden op de website van Trustpilot zelf. En de tweede poll komt van Simon & Kutcher. Nu, de vraag was of dat Belgische shoppers eigenlijk eerder geneigd zijn om iets te kopen wanneer dat de website reviews of een keurmerk heeft. Ja? Nu, wat we gezien hebben, is wel een interessante statistiek, vind ik persoonlijk. Omdat wanneer dat je kijkt naar België, zegt 41% zegt ja. Dat is toch wel nog een verschil met Nederland en Frankrijk. Maar je ziet ook in het vakje, weet ik niet, toch nog 32,7% in België. Nu, dit heeft uiteraard te maken met het feit dat Nederland en Frankrijk toch wat verder staan op e-commerce gebied, dat dit toch wat meer volwassen markten zijn. De verwachting is dan ook dat België ook in die richting aan het evolueren is. Ja? Waarbij dat het vakje bij ja ook steeds meer en meer zal gaan aanleunen bij de cijfers die Nederland en Frankrijk zullen vertonen. Ja? Nu. Als we dan even kijken naar een andere poll die gehouden is, hè, met de vraag of dat je geneigd bent om een web op iets te kopen bij een webshop die positieve reviews toont, zien we daar dat België al veel dichter leunt bij zowel Nederland als bij Frankrijk. Hè, waarbij dat gaat om en bij de 80% van mensen die zegt van hey, als er positieve reviews getoond worden op een webshop, dan geeft dit voor mij enorm veel vertrouwen. En dat toch wel enorm belangrijk is om dat even aan te duiden. Ja, en dat verschilt dus blijkbaar ook niet zo tussen Vlaanderen en Wallonië, zagen we. Ja, inderdaad. Nu, dit is ook wel best opvallend. Ja? Omdat de vraag is, hoe belangrijk zijn reviews voor je wanneer dat je online iets koopt? Ja? Waarbij dat we zien dat ongeveer dat de verschillen eigenlijk tussen zowel België, Frankrijk als Nederland, dat die eigenlijk heel erg beperkt zijn. Ja? Waarbij dat we zien dat 85% ongeveer, ja, zegt dat reviews toch iets of wat van belang hebben. Dus ook zeer belangrijk en belangrijk vormen daar meer dan de helft van. Ja, ik denk dat de cijfers en de resultaten eigenlijk gewoon voor zichzelf spreken. Nu, wat wel opvallend is, is de merkloyaliteit versus de reviews. Dus de vraag is eigenlijk heel erg eenvoudig. Als je reviews leest, kan dit een invloed hebben op het feit dat je zou wisselen van merk? Waarbij dat we zien, zowel in België als in Frankrijk, dat reviews een enorme impact gaan hebben op de keuze van een merk. Dus als je effectief reviews gaat tonen op je website, dat dit effectief ook een enorme invloed zal zijn, waarbij dat je zegt van ik ga voor een ander merk gaan kiezen. Dus het is cruciaal dat je dat ook effectief gaat tonen. Terwijl dat in Nederland blijkbaar de merkloyaliteit toch een pak groter is. Ja, het is opvallend dat je ziet hier dat blijkbaar de Nederlander, als hij een merk kent en vertrouwt, ook al staan er hele positieve reviews bij een ander merk, of misschien wel hele slechte reviews over het merk dat hij al kent, nou, wat minder snel geneigd is om te switchen dan in België en Frankrijk. Iets wat verrassend. Ik denk dat wat dit vooral laat zien, is dat er
nou, niettemin ongelooflijk veel mensen zich laten beïnvloeden in alle 3D-markten door reviews natuurlijk. Maar inderdaad, opvallend dat de Nederlander wat loyaler is. Ja. Dan, we zullen in dit gedeelte wat dieper ingaan echt op social proof, het principe van social proof en de certificering. Daar zal ik het volgende even bij uitleggen. Nou, wat je hier ziet is wat verschillende manieren waarop social proof zich kan manifesteren. Misschien goed om de definitie ervan een beetje uit te leggen. Social proof is eigenlijk het principe dat mensen zich bij het maken van welke keuze dan ook laten beïnvloeden door de mening van anderen. Nou, een klassiek voorbeeld zie je natuurlijk bij het restaurant. Men gaat gewoon liever in een vol restaurant zitten. Of mensen hebben meteen het gevoel van, nou, daar zal het wel beter zijn dan bij andere restaurants. En daarom plaatsen een leeg restaurant je ook graag altijd voor het raam als je daar gaat zitten. Omdat, goed voorbeeld doet volgen. Verder zie je in de online wereld natuurlijk een booking.com die ontzettend goed is in het geven van social proof. Eigenlijk op het moment dat je een hotel aan het bekijken bent of een kamer overweegt te boeken, dan laten ze meteen dingen zien als erg gewild. De prijs staat in het rood, waardoor het lijkt alsof ik hem elk moment kan verliezen aan iemand anders. Ze proberen voortdurend een gevoel van soort drukte te creëren. 8 personen kijken momenteel. Nou, en een heel ander voorbeeld van social proof is natuurlijk de volgersschade die sommige mensen op Instagram hebben. Blijkbaar is Nathalie iemand die Pandora aanprijst hier. Nou, omdat heel veel jonge meiden waarschijnlijk die Nathalie interessant en leuk vinden om te volgen, is het natuurlijk een uitgelegen kans voor Pandora om die doelgroep te bereiken. Dus dit zijn een paar manifestaties van social proof. En dus nogmaals het principe dat men zich graag laat beïnvloeden door anderen voordat ze een beslissing nemen. Ja, zeker, absoluut. Ik ga bij deze slide een beetje meer vertellen bij WeCommerce, bij ons vertrouwenskeurmerk en dan ook de andere diensten die verbonden zijn aan ons vertrouwenskeurmerk. Dus als je als webshop het WeCommerce vertrouwenskeurmerk wil behalen, dan dien je hiervoor in de eerste plaats lid te worden bij ons. En daarna gaan wij een auditproces gaan doorlopen. Het auditproces dat gebeurt via ons, door een onafhankelijk auditbureau. En dat gebeurt eigenlijk aan de hand van een checklist waarin allerlei vragen staan en die dan door het auditbureau al dan niet afgevinkt worden. Tijdens de audit worden, zoals ik daar juist heb gezegd, onder meer de algemene voorwaarden, de privacy policy en het bestelproces in zijn geheel, die worden eigenlijk onder de loep genomen. En daarnaast wordt ook gekeken of de website voldoende veilig is. Dus wij werken ook nog samen met een andere partner, ForusP, en die gaan dan gaan kijken of dat een website voldoende beschermd is tegen phishing en hacking. Dus dat is ook wel een heel belangrijk element. Indien er afwijkingen zijn ten opzichte van de checklist, dan gaat de auditor mij dat meedelen. En ik ga op mijn beurt die non-conformiteiten, zoals dat wij dat noemen, ga ik gaan meedelen aan de webshop en ga ik gaan zeggen, ja kijk, dit moet veranderd worden. Bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden of bijvoorbeeld iets met het herroepingsrecht dat niet in orde is. Dan ga ik altijd de webshop de tijd geven om die aanpassingen te maken. En als de webshop mij aangeeft dat die aanpassingen zijn gebeurd, dan vragen wij een tweede controle aan bij de auditor. En dan gaan die de controle opnieuw doen. En als dan alles uit de checklist is afgevinkt, dan is het proces eigenlijk in orde. En dan kan de webshop het vertrouwenskeurmerk gaan gebruiken op hun website. En door eigenlijk lid te worden bij ons en het vertrouwenskeurmerk te gaan dragen op de webshop, dan
treed je eigenlijk binnen in onze B-commerce gemeenschap en dan kan je ook een beroep doen op onze andere diensten die wij aanbieden voor de aangesloten leden en partners. Ten eerste, ja, natuurlijk, het vertrouwenskeurmerk is onze belangrijkste dienst. Dat creëert vertrouwen voor de online shopper. Dan, ten tweede, doen wij ook aan belangenbehartiging. Wij werken daarvoor samen, of ja, wij zijn daarvoor aangesloten bij een Europese koepelorganisatie, E-Commerce Europe. En zij volgen eigenlijk alles op qua nieuwe regelgeving die van belang is voor de digitale sector. Dan doen wij ook aan onafhankelijke geschillenbeslechting. Dus als consumenten een probleem hebben met een bepaalde webshop, dan kunnen zij ons hiervoor contacteren en dan gaan wij contact opnemen met die webshop. Dan, zoals ik in het begin van de webinar bij een paar slides heb getoond, doen wij ook marktonderzoek. Dus wij, ja, bijvoorbeeld onze Market Monitor en onze Shopping 100. Dus dat geeft onze leden meer inzicht in de cijfers in zaken e-commerce. En dan onze laatste grote dienst, dat zijn de netwerkevenementen die wij organiseren, waarbij dat wij, ja, de gemeenschap samenbrengen, waarin dat interessante cases worden gedeeld en waarbij dat iedereen ook, ja, kennis kan maken met elkaar, wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Dus dat is eigenlijk een beetje in een notendop wat dat wij doen, met het vertrouwenskeurmerk natuurlijk als belangrijkste pilaar. Ja, dankjewel Melanie. Wat duidelijk is, je wordt natuurlijk niet zomaar B-commerce klant. Daarvoor moet je je zaak goed op orde hebben. Maar dan behoor je dus wel tot de groep webshops die hun zaken goed voor elkaar hebben. En die dus ook kennis met elkaar delen. En dus zorgen voor een zo betrouwbaar mogelijk online shop in België. Ja, zeker. Dus ja, het is echt de bedoeling dat we de webshops ook gaan helpen om ons vertrouwenskeurmerk te kunnen dragen. Dus we werken altijd, ja, positief, om het zo te zeggen. We proberen geen webshops echt uit te sluiten. We proberen ze eigenlijk ook te helpen om, ja, op de verschillende niveaus in orde te zijn. Dus dat is eigenlijk wat dat we doen. Ja. Super. En dat is natuurlijk in hun eigen belang uiteindelijk. Voilà, ja, absoluut. Ja, wat betreft het opbouwen van een online reputatie met reviews, zijn er ook wat stappen natuurlijk die je doorloopt. Kijk, een allereerste stap is altijd om gewoon te beginnen met het verzamelen van reviews. Als je helemaal niks doet actief met reviews, dan is het vaak een kwestie van tijd voordat er mensen uit zichzelf online hun mening gaan uiten. En dat kan op allerlei plekken natuurlijk. Dus dat kan op Facebook, via Twitter, op fora, maar bijvoorbeeld ook op Trustpilot. Dus daarom is het zaak om te zorgen dat je proactief na elke ervaring, dus bijvoorbeeld na de levering van een pakket of een dienst, de klanten vragen om zijn mening. Nou, die geven dan een sterwaardering van 1 tot 5 en een geschreven review. En dat stapelt zich natuurlijk op. Op een gegeven moment heb je een mooi aantal reviews met een goede score. Nette reacties op kritische reviews. En dan wordt het gewoon ontzettend waardevol om dat te gaan laten zien. Dat is het stapje showcase, waarbij je de mogelijkheid hebt om de reviews echt in de hele customer journey te tonen. Dus op de eigen website, maar ook in Google kan het zichtbaar worden. We hebben een integratie met Facebook om reviews te laten zien. Ja, het is eigenlijk het oogsten van succes wanneer je een goede reputatie online hebt. Uiteraard is het natuurlijk belangrijk om voortdurend de reviews wel goed te monitoren en te managen, zoals dat heet. Want nu en dan krijgt elke webshop, eigenlijk elk bedrijf dat reviews verzamelt, krijgt ook wel eens kritiek. En het is belangrijk om één keer in de zoveel tijd wel nette reacties te geven daarop. En de klanten die kritisch zijn uit te nodigen. Om bijvoorbeeld nog eens contact op te nemen met de klantenservice. Kijken of je problemen kan verhelpen. En dat is eigenlijk een ongoing proces. Waarbij je natuurlijk ook als website ongelooflijk veel leert. Nou, en naarmate je wat meer orders per maand gaat doen. Kan je namelijk ook ontzettend veel inzichten halen uit de reviews. Als je op een gegeven moment kan zien precies welke productcategorie telkens zorgt voor kritische reviews. Nou, dan kun je de kwaliteit van die categorie misschien onder de loep nemen. Je kan erachter komen
welke aspecten van je service beter presteren dan anderen. Dus als je telkens ziet dat men ontevreden is over levering, nou, dan is het goed om te kijken van oké, beloof ik misschien niet te veel op de website? En misschien moet ik zeggen dat de levertijd niet 1 dag, maar 2 of 3 dagen duurt. Dan krijg ik minder kritische reviews, plus ik manage mijn verwachtingen goed. Nou, dit hele proces is natuurlijk een ongoing effort die je doet om te zorgen dat je een goede reputatie hebt en tevreden klanten en terugkerende klanten hebt. En daar kunnen we als Trustpilot dus bij helpen. Nou, als je eenmaal die goede reputatie hebt, dan is het natuurlijk wel interessant om te weten wanneer consumenten of klanten van je webshop reviews nou het meest belangrijk vinden. Nou, dit zijn wederom resultaten van Simon en Kuger. Die hebben een onderzoek gedaan bij consumenten. Wanneer reviews nou het belangrijkste zijn in het hele aankoopsproces. Nou, één ding is opvallend in eigenlijk zowel Vlaanderen, Wallonië, Nederland als Frankrijk. Lezen mensen reviews vooral wanneer ze producten vergelijken. En producten kunnen in deze natuurlijk van alles zijn. Dat kunnen reizen zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuwe schoenen. Mensen willen gewoon graag zien wat de kwaliteit is van een tv die ze gaan kopen. Daarom zijn productreviews denk ik ook zeer aan te raden. Maar mensen zoeken dus ook in Google al naar reviews. Dus het kan zijn dat vlak voordat ze afrekenen en besluiten het hele winkelmandje aan te schaffen, toch nog eventjes te zoeken in Google. Dan is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat mensen positieve dingen over uw bedrijf vinden. En dat je je daarmee dus ook onderscheidt van de concurrentie. Nou, verder zijn er natuurlijk bedrijven die hele goede reviews hebben al, die dat natuurlijk actief tonen op de homepage. Misschien zelfs in het checkout proces, op het checkout moment, op de checkout pagina. Je kan eigenlijk het beste de reviews zoveel mogelijk laten zien in de hele customer journey aan je potentiële klanten. Nou, verder, de mensen die reviews bekijken, wat is er nou eigenlijk interessant aan die reviews? Nou, je ziet dat veel mensen vinden hun score belangrijk of voldoende. Sommige mensen die zijn dus echt geïnteresseerd in de kritische reviews en hoe daar op wordt gereageerd door mensen. Maar overal kan je dus vooral zien dat mensen ook de reviews daadwerkelijk lezen. In Vlaanderen, Wallonië, 64-62%, dat ontloopt elkaar weinig. Mensen lezen de inhoud van de reviews, dus echt de geschreven reacties van anderen daadwerkelijk. Ook in Nederland en Frankrijk is dat getal nog hoger. Dus het is belangrijk dat denk ik ook echt die reviews ook met inhoud zichtbaar zullen zijn op de site. Als uitsmijter nog wat best practices voor het overtuigen van die Belgische consument op een rijtje. Ja, als eerste belangrijk punt is altijd heel belangrijk om in het achterhoofd te houden waarin dat de Belg geïnteresseerd is. En als we kijken naar de studies van hierboven, dan kunnen we vooral afleiden dat de Belg geïnteresseerd is in een snelle bezorging. Dat hij vooral wil kunnen betalen met de creditcard en ook wel bankcontact, zou ik zeggen. En dat thuislevering overdag de meest gewilde leveringsoptie is. Dan de tweede handout is natuurlijk ook de prijs. Belgen vinden het ook heel belangrijk het is voor Belgen ook heel belangrijk om op de prijs te letten. En daarvoor is het belangrijk om in dezelfde prijsklasse te gaan zitten als je concurrent. En als extra overtuiging kan natuurlijk altijd een vertrouwenssymbool heel belangrijk zijn. Dus reviews of een keurmerk of in het beste geval zelfs een combinatie van de twee. Dan... veiligheid is natuurlijk ook altijd een heel belangrijk element in het online bestelproces voor een klant. Een veilige URL, dus met een HTTPS-verbinding, is echt wel een must. Daar controleren wij ook effectief op. En klanten zijn
zijn ook heel erg gesteld op hun privacy. Ze kennen meer en meer hun rechten. Dus het is ook wel belangrijk om die privacy van de consument te gaan respecteren. En dan tot slot is het ook wel heel belangrijk dat als je reviews hebt verzameld, dat die ook altijd heel goed aanwezig en zichtbaar zijn in de hele customer journey. Dat blijkt uit de cijfers die Chris zojuist uit de studie heeft overlopen. Dus ja, dit was het voor de webinar. Ja, tot slot, dankjewel Melanie. Tot slot hebben we natuurlijk nog een paar vragen. Er kwam net een keiharde toon. Ik hoop niet dat de luisteraars hun oren daardoor beschadigd zijn als je met een koptelefoon luistert. We moeten eventjes hier, ik klik eventjes de vragen open. En ik denk dat het goed is dat we, ik zie best wel wat vragen staan. Misschien is het goed dat we om de beurt even een vraag doen. Melanie, als jij er eentje voor B-commerce zit, dan kan jij die behandelen. Ja. Ik zie in ieder geval al één vraag voor Trustpilot. Ik zie hier de vraag, wat is het belangrijkste verschil tussen de product en de service reviews en doet Trustpilot beide? Nou, de uitleg die ik daarvoor zou geven is denk ik van, nou, ik denk dat elk bedrijf dat met Trustpilot werkt altijd eerst een service review uitvraagt van, nou, oké, wat vond je van de service van mijn webshop? En dan vaak een paar dagen later, wanneer ze bijvoorbeeld het product gebruikt hebben, denk bijvoorbeeld aan een fototoestel, dan komt de vraag pas om de product review. Nou, de service reviews die komen allemaal op het publieke profiel dat een bedrijf heeft op Trustpilot. En is dus ook goed vindbaar in Google. De product reviews die verschijnen echt op de eigen website. Dus op de productpagina's van de webshop. Die zijn ook goed vindbaar in Google. Maar daarmee beland je dus echt op je eigen website als webshop. Trustpilot ondersteunt beide. Het is alleen wel altijd aan te raden om de combinatie aan te houden van de twee. Want ze zijn op verschillende momenten belangrijk. Melanie, welke vraag had jij voor B-commerce? Ja, ik zie er hier ook een aantal staan. Wat wij heel vaak krijgen als vraag, wie zijn precies jullie leden? Zijn dat enkel grote webshops of wie zijn dat juist? Dus ten eerste, dat zijn absoluut niet enkel de grote en de bekende e-commerce spelers. Dat gaat ook heel vaak om de kleine webshops. Bijvoorbeeld, een koppel baat een schoenenwinkel uit en die beginnen met een webshop. Ook zo zijn er heel veel leden bij ons aangesloten. Daarnaast, wij maken geen onderscheid in verschillende sectoren. Dus wij vertegenwoordigen niet enkel niet enkel retail of niet enkel diensten. Alle soorten webshops zijn bij ons, kunnen zich bij ons aansluiten. Zowel pure players zitten bij onze leden, als ook webshops die zijn begonnen als brick and mortar, maar die dan ook een webshop zijn beginnen uitbouwen om zich ook op die markt te kunnen gaan focussen. Dus we hebben een heel een heel brede gemeenschap. En alle soorten spelers kunnen zich bij ons aansluiten. Dan krijgen wij ook vaak de vraag, hoe kunnen wij concreet lid worden? Dus het proces om het vertrouwenskeurmerk te gaan behalen, heb ik zojuist kort overlopen. En lid worden is eigenlijk ook heel gemakkelijk. Via onze website kunnen jullie een online formulier invullen. Of jullie kunnen ook rechtstreeks contact met ons opnemen via mail. En dan is het een kwestie van een invullen van een aanvraagformulier. En dan kan het hele proces om het vertrouwenskeurmerk te gaan behalen, kan dat beginnen. Helder. Ik heb hier nog een vraag. Misschien leuk als jij die beantwoordt, Olivier César. Ja. Wat doet Trustpilot om valse reviews of reviews waar inhoud in staat die niet oké is, tegen te gaan? Ja, uiteraard horen we dit vaak. Er zijn uiteraard, wanneer het gaat om kritische reviews, zijn er uiteraard twee verschillen.
Uiteraard heb je enerzijds de kritische review en anderzijds heb je wat bekend staat als de fake review. Nu, enerzijds de kritische review hoeft helemaal niet negatief te zijn. Het belangrijkste daarbij is dat je dat echt gaat omzetten in iets positiefs. Eerst en vooral kan je eruit leren. Hè? Misschien was er zelf iets dat je zelf niet wist, hè, dat er een probleem was. Dus ik zou zeggen, eerst en vooral leren. Anderzijds zou ik ook altijd aanraden om daar ook effectief op te gaan antwoorden. Want het antwoord toont dat je ook echt met de consument bezig bent. Want niet vergeten dat andere mensen, dus potentiële consumenten, lezen kritische reviews, maar zijn ook zeer geïnteresseerd in hoe dat je met die kritische reviews omgaat. Nu, wanneer dat mensen die jouw antwoord gaan lezen op die kritische review, dan gaan ze ook weten wat te verwachten. Op die manier gaan eigenlijk de potentiële consumenten veel beter ingelicht zijn vooraleer dat ze bij jou gaan kopen, wat uiteraard een gigantisch voordeel is. Nu, naast de kritische... Ja, Chris? Ja, wat ik misschien daar nog aan toe zou willen voegen. Geen enkel bedrijf vindt het leuk om negatieve dingen over zichzelf online te lezen natuurlijk. Toch gaat dat natuurlijk af en toe gebeuren. En je gaat ook zeker wel eens een keertje compleet mee oneens zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je... Je publieke profiel, wat dus bekeken wordt door potentiële klanten, van een hoge kwaliteit wil houden, dan denk ik niet dat het handig is om je eigen kant van het verhaal daar te gaan vertellen. Ook al heb je dat natuurlijk wel. Dus ik zou die discussie wel voeren met de klant, misschien over de telefoon of via de mail, maar niet op het Trustpilot profiel. Op het Trustpilot profiel zou ik altijd aanraden om een uitnodigende reactie te geven, om het gesprek weer aan te gaan. Of... De perceptie van de klant toch ook als een waarheid aan te nemen. En nou, wellicht excuses te maken als je er niet veel aan kan doen. Het is gewoon belangrijk dat je de kritische reacties, ook al ben je er misschien inhoudelijk niet altijd mee eens, wel serieus neemt als feedback. En besef dat het dus door veel mensen gelezen wordt. Ja, en volledig mee eens. Hè. Nu, als we het vervolg hebben en in verband met de fake review, hebben we uiteraard daar software voor, hè, om dit enerzijds tegen te gaan. Nu, moest het zo zijn dat er iets door de mazen van het net glipt, hè, kan je daar ook altijd contact opnemen met Trustpilot. Hè, en dan kunnen we zien ook wat we daar aan kunnen verhalen. Ja, we hebben een team van 35 agents zitten, zogeheten. Quality and Compliance agents, die elke dag cases oppakken van aan ons gerapporteerde reviews. En dat zijn niet altijd verdenkingen van valse reviews, maar dat kunnen ook reviews bijvoorbeeld zijn waarvan de inhoud niet helemaal door de beugel kan. Dat er bijvoorbeeld een medewerker bij naam wordt genoemd, of dat er wordt gescholden, of dat er iemand verwijst naar een concurrent. In verhouding gebeurt het niet veel, maar met zoveel reviews en uit zoveel landen komt het voor natuurlijk. En dan is het belangrijk dat er bij Trustpilot mensen zitten die dat soort cases beoordelen. Verder voor wat betreft gefabriceerde reviews. We hebben ook inderdaad AI in place. Als het ware oneffenheden op het platform kan opsporen. Hoe dat exact precies werkt. Is een wat technischer verhaal, maar het is niet mogelijk om gestructureerde reviews zelf te fabriceren op Trustpilot. Als bijvoorbeeld concurrenten bij elkaar reviews achterlaten, dan wordt dat ook altijd wel opgepikt. Dus dat is natuurlijk trust and transparency en die quality van ons platform is natuurlijk echt de ruggengraat van Trustpilot. Dat is, dat geeft ons bestaansrecht, dus daar zitten we heel erg scherp op. Ik heb voor nu verder geen vragen meer. Er zijn nog een paar vragen die we via mail zullen beantwoorden. Tot slot zou ik misschien willen aangeven dat het mogelijk is om via de website van Trustpilot altijd een demo-aanvraag te willen doen. Als je wil weten wat Trustpilot precies voor jullie bedrijf specifiek kan betekenen. Ja, inderdaad. Ik denk dat het ook voor mij van belang is om jullie sowieso hartelijk te bedanken. En om naar deze webinar te luisteren. En hopelijk was het ook enorm informatief voor jullie. Ja, ik vond het ook heel interessant. De cijfers en zo. Ik denk dat dat zeker heel relevant is voor iedereen die in de sector... werkt en of in de sector bezig is. Dus ik vond het ook wel heel interessant om de cijfers zo even te bekijken. Dus ik vond het tof. Voor de rest zou ik ook zeggen dat
Mensen die nog vragen hebben, kunnen natuurlijk steeds e-mailen. Via de website van WeCommerce is er een contactformulier. En is onze e-mailadres natuurlijk ook heel goed vindbaar. Dankjewel, Melanie. En ja? Iedereen bedankt voor het volgen van de webinar. En tot een volgende keer, zou ik zeggen. Ja, hopelijk. Absoluut. Tot de volgende keer.